Zo moet het er ongeveer uitkomen te zien als de plannen echt gerealiseerd zouden worden. De gebouwen die er nu staan worden gesloopt om dan plaats te maken voor 550 huur- en koopwoningen. Maar de buurt vindt het project te groot. We zijn nog nooit zo hoog gebouwd in Leiden. Ons hoogste punt is nu een oude schoorsteen van 75 meter hoog. Er is een toren aan de Willemsweigelaan van 60 meter hoog, de Escher-toren. Dus het wordt grofweg twee keer zo hoog als die toren. En die is al vrij fors. Omdat de gemeente en de projectontwikkelaar zelf geen enquête in de wijk wilden houden, heeft de buurt dat zelf maar gedaan. Daaruit blijkt dat bijna 2/3 van de 380 respondenten tegen het plan in de huidige vorm is. De mensen van de enquête geven ook duidelijk aan dat hier gebouwd mag en moet gaan worden. Dus dat hier woningen bijkomen. Maar zoveel woningen op zo'n klein stukje als u hier ziet, daarvan zeggen de mensen nee, dat is op deze plek echt te veel. Want ze denken dat het zal leiden tot extra verkeer in de wijk en mogelijk ook parkeeroverlast. En gezien de hoogte van de woontorens zou een referendum op zijn plaats zijn, denkt de buurt. Ik vind dat iedere Leidenaar de kans moet krijgen om zich erover uit te spreken. Omdat je hem vanuit heel veel plekken in Leiden zal zien. Hij zal in mijn beleving een beeldbepalend element in de skyline van Leiden worden. Ik vind dat zonde. Sommige mensen vinden het heel mooi, hoge torens. Maar ik vind in ieder geval dat we erover na moeten denken of we dat echt wel willen. Er kan al getekend worden voor dat referendum. In totaal zijn er 750 handtekeningen voor nodig.